Deltaloid, verzekeren, bankieren, beleggen, stop. Welke politicus wordt de declaratiekampioen genoemd? Hoeveel melk produceert een koe? Wie was Machiavelli nou ook alweer? En als superglue alles aan alles lijmt, waarom plakt het dan niet aan de binnenkant van de tube? Misschien weet Ron Brandstede het antwoord. Bij Ron vielen trouwlustige stelletjes in de soep, dansten BN'ers en werden jarenlang moppen op de kijker afgevuurd. Maar wordt hij vanavond zelf weggestuurd? Jan Rot, dit multitalent is hertaler van meesterwerken. En die e-mail from Berlin is slechts een piepklein smetje op zijn blazoen. Of wordt hij vanavond weer laatste, net als toen? En rapper Frans Frederiks, beter bekend als Lange Frans. Hij is thuis in muziek en een vrouw verleidt je in de keuken, luidt zijn relaas. Maar kan hij zonder zijn Bart straks ook de competitie de baas? Welkom bij De Slimste. Goedenavond en welkom bij De Slimste. Vanaf vanavond zoeken wij vier keer in de week naar de ultieme bolleboos van 2009. Dat ene genie dat over 8 weken een foei lelijke bokaal in ontvangst neemt. Na 5 spelrondes weten we in ieder geval vanavond wie wij morgen gaan terugzien in het programma. En in een spannende finale wordt beslist wie alsnog blijft en van wie we afscheid nemen. Frans, welkom. Jij bent een goede kok, weten we. Ik heb mijn best gedaan. Ja, en we zien je binnenkort ook in Top Chef. Heeft je kind al het eerste woordje gerept? Het is alles wat leuk is, is eten. En als het niet leuk is, is het mama. En vanaf gisteren zegt hij, hey. Papa nog niet gehoord. Ja, doet hij ook. Oh, heel goed. Jan, we hebben onlangs op RTL 4 geprobeerd de vraag te beantwoorden. Maar weet jij waar Elvis? Wat? Jouw dochter heet Elvis. Mijn dochter heet Elvis. Origineel, ja. Zit thuis. Naar Costello of Presley? Naar Presley, hoor. Ja, dat is de allergrootste. En nu ben ik dus ook de vader van Elvis. Ik kan Elvis op schoot nemen. Ik kan Elvis een straf geven. En wij roepen thuis, Elvis leest. Ja. Wat doe jij op dit ogenblik? Ik zit in de Palingvissers. Dat is de musical met de grootste opera-hits. En bewerkt tot een oer-Hollandse musical in Volendams kostuum. En dat met Bill van Dijk, Astrid Nijgen. Ron, yeah. Welkom. Wat niet veel mensen weten, is dat ik bij jou het vak heb geleerd. Dat is waar. We laten even in het midden welk vak dat nou precies is. En ik was natuurlijk nog niet zo lang geleden kandidaat in een van je programma's. Dancing with the Stars. Ja, nou en of. Mooi show. Nu ben je kandidaat bij mij. Ja. Een quickstep graag. Ja, een slow foxtrot wordt het dan. Nou, veel succes alle drie vanavond in het programma. De Slimste is een kennisquiz en bij de geringste twijfel aan een van de antwoorden der deelnemers dienen wij ons te wenden tot de jury. En deze persoon behoort natuurlijk volstrekt onpartijdig en tevens van onbesproken gedrag te zijn. Het liefst alwetend. En daarnaast ook nog bloedaantrekkelijk. Nou, dan kom je al snel in het buitenland terecht. Dus iemand geworden die dit spel zowel als kandidaat en als jurylid kent. Dames en heren, Jan Verheijen. Bloedaantrekkelijk en alwetend. Kijk, one out of two ain't bad, denk ik dan. Precies. We staan natuurlijk aan het begin van een hopelijk lange serie. Ja. Dus ik moet er nu al meteen voor zorgen dat je je op je gemak voelt. Ja. Het is een grote hit in België, dus dat belooft wat voor ons. Ja, het is een grote hit in België. Mijn aanwezigheid hier is ook niet geheel toevallig. Er is een band tussen onze beide landen, dat weet je. Ik moet teruggaan tot 1585. De herovering van de zuidelijke Nederlanden door de Spanjaarden. Toen eigenlijk de Vlaamse intelligentsia vanuit Antwerpen massaal naar het noorden is gevlucht. En zij hebben eigenlijk dit land gemaakt tot wat het is. Dat effect is zo een beetje aan het verwateren, vonden we. Het is tijd voor een nieuwe invasie van talent en intelligentie uit het zuiden. Okay. We zijn voorzichtig begonnen met Paul Jambers, Jean-Marie Pfaff, Kabouter Plop, de meisjes van K3. Maar nu is het tijd voor het grote werk. Lang leven de groot Nederlandse gedachte. Lang leven de intelligentie. Lang leven de slimste. Op naar de aansluiting. Nou, ik ben enorm trots op dat ik deze Belgische hit mag gaan presenteren. Ik was net op zoek ook naar wat verdieping in mijn carrière. Ongeveer op dezelfde manier waarop jullie de Westerschelde uitgediept hebben. Ja, dat zullen we toch zelf moeten doen als ik het goed begrepen heb. Ik denk dat wel, ja. Kans is groot. In de Slimste wordt niet gespeeld om geld of om punten, maar alles draait hier om seconden. En voor elk goed antwoord krijg je extra tijd. En die tijd is straks hard nodig in het spel en mogelijk ook in de finale. Jullie krijgen elk 60 seconden op de klok. Hier is de eerste ronde, 3-6-9. Tot zover is het jullie allemaal duidelijk?
Ja, min of meer. Logan zei. Frans, voor jou de eerste vraag. In welk Frans museum hangt de Mona Lisa van Leonardo da Vinci? Louvre. Dat is juist geantwoord. Hier komt de volgende vraag. Welk alcoholisch drankje verhoogt het libido van vrouwen volgens recent onderzoek van de Universiteit van Florence? Witte wijn. Nee, dat is niet goed. Jan Rot. Cognac. Nee. Ron, die moet het weten. Chartreuse. Nee. Nee, nee, nee. Het is rode wijn. Wat is dat voor onderzoek, Jan? Het is een heel betrouwbaar onderzoek, een nuttig onderzoek ook, vooral uit economisch oogpunt. Want 2 glazen wijn is nog altijd goedkoper dan telkens naar de dokter voor een voorschriftje Rohypnol. Wel opletten, het gaat over 2 glazen. Vanaf 10 glazen zijn ze bewusteloos en is het strafbaar. Dat zegt mijn advocaat toch? Bij de derde vraag zijn punten te verdienen. Frans, welke positie heeft André Hazes als volksvertegenwoordiger bekleed? Trouwambtenaar. Nee, Jan Rot. Lijstduwer. Nee, Ron. Gemeenteraadslid. Uitstekend geantwoord, ja. Heel goed. Hij was korte tijd gemeenteraadslid in de Ronde Venen voor het Ronde Venen Belang. En daarnaast was hij natuurlijk ook de burgemeester van zijn eigen kelderbar. We gaan naar vraag 4. Hoe noemen we met een Engelse term, beste Ron, de overtreding bij basketbal als je met de bal dribbelt, vervolgens de bal met 2 handen vastpakt en dan verder dribbelt? Second dribble. Uitstekend geantwoord. Onder welke naam, Ron, kennen we het legendarische spookschip dat vervloekt was omdat het tegen de gebruiken in uitvoer op Pasen, een christelijke feestdag? De Vliegende Hollander. Prima, ja. Inderdaad. Ja, dus... Weet de zittende Belg daar ook iets van? Ja, dat is nou gek. In België is een vliegende Hollander een Nederlander die ter hoogte van Antwerpen-Zuid met zijn caravan een bocht mist. Ja, we rijden er altijd zo hard mogelijk doorheen, hè, België. Ja, dat kan ik dan ook weer begrijpen. Dat kan ik dan ook weer begrijpen. En je moet meteen afrekenen, hè, ook, als je gepakt wordt. Ja. Daar weet jij waarschijnlijk. Daar weet ik niks van. Niks. Ron, met deze vraag zijn punten te verdienen. Welke drug wordt wel aangeduid, ik heb het ook maar gelezen, met bijnamen als The Hawk, Yellow Dots, 25, The Beast, The Ghost of Blue Caps? Dat weet ik niet. Dan gaan we naar Frans. Ecstasy? Nee, Jan Rot. GHB? Nee, 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 nee. Het goede antwoord is LSD. Acid. Ja. Wist jij dat? Ja, hoewel het bij ons ook staat voor een andere afkorting. Lang, smal en dwaas, wat mij op een of andere manier geweldig aan deze quiz doet denken. En Lucy in the Sky with Diamonds natuurlijk. Ja. Ook, van iedereen dacht, ja. Wij gaan naar vraag 7 en die gaat naar Ron. In Nederland spreken we van een hittegolf als het kwik een aantal aaneengesloten dagen boven de 25 graden uitstijgt. En in die periode het 3 dagen boven de 30 graden is. Nou, minimaal hoeveel dagen spreken we van een hittegolf? 5 dagen. Uitstekend geantwoord. Dan mag jij ook vraag 8 beantwoorden. Welke markante politicus werd in 1989 aangesteld om het project te leiden voor de ontwikkeling en invoering van de OV-studentenjaarkaart? De heer Toxopeus. Nee. Frans. Mai Wegge. Nee. Jan Rot. Schiet mij even niet te binnen. Pim Fortuyn, dat was het antwoord waar wij naar zoeken. Het initiatief kwam wel van minister Deetman, maar Fortuyn die leidde het project en de kaart werd ingevoerd in 1991. Dan gaan we naar vraag 9. Dat is weer een vraag waarmee seconden te verdienen zijn. De vraag is voor Ron Brandstede. Onder welke naam presenteerde Wim T. Schippers in de jaren 80 het radioprogramma Ron Flon Floron? Dat ben ik vergeten. Hoor het kraken. Buiten de tijd, de vraag gaat naar Frans. Het is voor mijn tijd. Pas. Jan Rot. Jacques Plafond. Uitstekend. Jacques Plafond. Hij voerde in die show echt in de grootst mogelijke chaos een heleboel gasten op. We kunnen ons natuurlijk allemaal nog herinneren. Wilhelmina. Kutje. Met hoeveel T's? 2. 2 T's. Dat wist je dan weer nog, Rob. Ja, dat kunnen we ons allemaal herinneren inderdaad. Er komen punten bij nu, secondes beter gezegd, bij Jan Rot. En hij mag ook vraag 10 beantwoorden. Mag zanger Roel van Velzen in de Python? Op de Efteling? Nee. Dat is fout geantwoord. Wat een vraag.
Dan mag Ron Brandsteder het beantwoorden. En de kans is heel klein dat hij nu met het foute antwoord komt. Ja. Roel mag bijna overal in, dus ook in de Python. Correct geantwoord. Je moet 1,20 meter zijn in de Efteling om de Python in te mogen. En Van Velsen is dus 1,50 meter. We gaan naar vraag 11 en die is van Ron Brandsteder. Namens welk land neemt Céline Dion mee aan het Eurovisie Songfestival in 1988? En dat is dan niet Canada. Want die mogen niet meedoen met het Eurovisie Songfestival. Was dat Luxemburg? Nee. Jammer. Frans? Frankrijk. Nee. Malta? Nee. Wat? Het antwoord is Zwitserland. Ach, ja. En ze won met het liedje Ne partez pas sans moi. En ze komt uit Canada. Maar goed. We komen bij vraag 12. En dat is weer een vraag ook waarmee secondes te verdienen zijn. We zijn bij Ron Brandstede. Welke overheidsdienst is eigenaar van de domeinnaam godverdomme.nl? GVD. Het is de gemeentelijke vervoersdienst. Ik reken het niet goed. Waarom niet? Een overheidsdienst. Dat is wat we willen horen. Frans, weet jij het? Binnenlandse zaak? Nee, Jan Rot. Ik weet het niet. Het is de Rijksvoorlichtingsdienst. Dat was toch RVD? De RVD inderdaad en niet GVD. Dus ik zei al, je bent op weg met GVD. Ze hebben ook een aantal andere, ja, toch wel rare domeinnamen. Of opruiende domeinnamen. Wat niet onverstandig is, hè. Dat, ik denk dat ze ook heilhitler.nl, dat ja, ze dat, ja, dat klopt. Meinkampf.nl. Ja, om te vermijden dat allerlei loesje figuren daarmee gaan lopen. Het is trouwens niet alleen de overheid die domeinnamen opkoopt. Ook BN'ers, bekende Nederlanders, kopen domeinnamen. Zo heeft Balkenende, nee, ik ben echt niet harrypotter.nl. Dick Advocaat heeft sinds kort... nee, het is niet omdat ik de Rode Duivels train dat ik prodeo werk.nl. Ja, en Roel van Velzen die heeft natuurlijk... ja, ik mag in de Python.nl. Ja. Volgende vraag gaat naar Ron Brandstede. Wat is er zo speciaal aan de duurzame dansvloer in Club Watt met dubbel T in Rotterdam? Dat die licht geeft. Nee, dat kan ik niet goed rekenen. Frans? Dat er energie wordt opgewekt door de dansbewegingen op die vloer. Uitstekend geantwoord. Ja. Heel goed, dat klopt inderdaad. Een hoogtechnologische dansvloer met bewegende panelen... die levert genoeg stroom voor een leuke lichtshow. Maar de rest van de disco en ook de muziek, denk ik... die draait dan ook op die dansvloer. Er moeten natuurlijk wel wat mensen aanwezig zijn om een dansje te doen. Heb je er wel eens opgetreden, dat je het weet? Nee, ik heb toevallig een keer op televisie gezien. Okay. Vraag 14 mag ook door jou worden beantwoord. Hoe heet de meest waardevolle kaartencombinatie? Deze moet je weten bij het kaartspel poker, wanneer je zonder jokers speelt. Royal Flush. Uitstekend geantwoord. Ja. Vraag 15. Daarmee zijn de secondes te verdienen. Die kan je nu ook gaan beantwoorden. Ik hoop dat je hem pakt. Hoe heette de beruchte Colombiaanse drugsbaron... die in de jaren 80 het Medellin-kartel oprichtte... en daarmee 80% van de cocaïnehandel met de Verenigde Staten in handen had? Pablo Escobar. Pablo Escobar, ja. Heel goed. Uitstekend. Daarbij zijn we aan het einde gekomen van de eerste ronde. En als we nu naar de stand kijken, dan ziet dat er als volgt uit. Jullie hebben allemaal 10 seconden erbij verdiend. Brengt jullie allemaal op 70 seconden. En dat is uitstekend gedaan. Maar het kan natuurlijk en het moet natuurlijk ook nog veel beter. Volgende spel horen bij elke vraag 4 kernwoorden. En die leveren per stuk 20 seconden op. En als je ze niet alle 4 weet te noemen, dan gaat de beurt naar de volgende kandidaat. Er zit echter 1 addertje onder het gras. Zolang je nadenkt, verlies je ook secondes. Dus stoproepen is uitermate verstandig. Vanavond worden de vragen gesteld door acteur Victor Reinier, presentatrice Marit van Bohemen en illusionist Hans Klok. Frans, we gaan aan jou vragen om te kiezen. Wie gaat voor jou de vraag stellen? Meneer Klok, alstublieft. Meneer Klok, daar koos Frans voor. En de vraag wordt ook gesteld door meneer Klok. Als wij zometeen terugkomen met de slimste... we gaan de parkeermeters even vullen. En ik hoop dat u blijft kijken. Tot zometeen. Maandagavond
rond 22:45 en de allereerste aflevering van De Slimste. En het gaat hartstikke goed. Kandidaten staan gelijk op dit moment. Wel licht verandert dat in de volgende ronde. Frans die kreeg een vraag gesteld door Hans Klok. En dat filmpje krijgen we nu. Kijk, ik zou er zelf natuurlijk nooit aan toegeven. Maar mijn beroemde assistente Pamela Anderson komt er gewoon voor uit. Zij heeft het een en ander laten doen. En ik moet zeggen, het heeft er geen windeieren gelegd. De vraag, wat weet u over het fenomeen plastic surgery? Plastische chirurgie, Frans. We zoeken vier woorden. Ga je gang. Borstvergroting. Nee. Liposuctie. Heel goed. Siliconen. Nee. Dokter. Opereren. Nee. Als je het niet meer weet, dan roep je... Borsten. Billen. Nee, nee, nee. De seconden tikken weg, Frans. Stop. Stop. Is dit... Precies. Doe eens even... Nee. Dat was het woord waar ik naar zocht. Dat betekent dat de beurt nu naar Jan Rot gaat. We zoeken er nog drie. Vergroten, verkleinen. Weet je, Marijke Helwegen. Heel goed. Stop. Stop. Gewoon mooi even 20 seconden weggepakt. Nah. En Ron, die zit te trappelen om te gaan beginnen. Ja, zie je trappelen. Tijd loopt. Facelift. Ja, heel goed. Psychologische begeleiding. Dat zou goed zijn, ja, maar dat zochten we niet. Quantumkorting. Nee. Ik stop. Stop. We zochten er nog één. Jullie hebben ze bijna allemaal. En dat is, beste Jan... Robert Schumacher. Ja. En dat is niet te verwarren met die Formule 1-piloot natuurlijk. Antwoord van de dag tot nu toe, hoor. Als je het niet meer weet, dan roep je... Borsten. Ja. What's on a man's mind? Ron, ja. We hebben nog een vraag liggen van Victor Reinier of van Marit van Bohemen. Je mag kiezen. Doe mij maar Marit van Bohemen. Heel goed. Naast Nederland is er nog een land wat in mijn hart zit. En dan heb ik het over Miss Witisranang. Je neemt het vliegtuig, je zit er voor 9 uurtjes in. Dan gaat die deur open en wat denk je? Baja! Die warme wind, die geeft je een brasa. Je ruikt het bos en je denkt... dit hier is mijn tweede osso. Mijn tweede huis. Suriname. Wat weet u eigenlijk over Suriname? Ja, Ron. Tijd loopt. Paramaribo? Nee. Marowijnrivier? Barra, Fladder, Kousenband, BB met R. Stop, maar. Stop. Stop. We gaan naar Frans. Suriname Airways, Rotti. Rotti is goed. Surinaamse gulden, Nederlands, White Beach. Stop. En nu riep hij wel stop. Jan, jij gaat verder in je tijdstart. Overzees Rijksdeel. Antillen, Boutersen. Boutersen is goed. Stop. Wij zochten nog naar Zuid-Amerika. En kolonie. Dat zijn de twee ontbrekende woorden. Jan, de beurt ligt nu ook bij jou. De vraag wordt gesteld door Victor Reinier. Ik ken me waarschijnlijk als acteur en als presentator. En heel veel mensen weten dat ik een groot Ajax-fan ben. Daar heb ik trouwens ook altijd een voetballer bij me. Maar wat heel veel mensen niet weten... is dat ik op hoog niveau en fanatiek cricket gespeeld heb. Cricket is een prachtig en complex spel... waar ik uren over zou kunnen kletsen, maar dat ga ik niet doen. Mijn vraag is wel, wat weet u van cricket? Wat weet je van cricket, Jan? Start de tijd. Balsport, Brits, Pakistan, Engeland. Brits hebben we goed geregeld. Ja. Je hebt zo'n hamertje, poortjes. Met een bal moet er een poort zijn. Witte kappen, witte pakken. En dan roep cricket, je... een krekel. Cricket, zijn bandje van Buddy Holly, stop. Stop. Oh, heel goed. Ja. Ron, die mag verder over cricket. Een wicket. Heel goed. Een run. Een over. Een bowler. High tea. Stop. Frans, die weet natuurlijk alles van cricket. Ja. Tijd loopt. Slaghout.
Hoe heet dat? Hoe heet dat slaghout? Ja, de cricketknuppel. Stop de tijd. Bed. Ja. En nu komen ze met bed. Ja. Ja. Ja, helpt ons ook niet. Bed. Alleen hem. Bed is eigenlijk... Als hij tegen mij zegt, hoe heet dat slaghout? Dan zeg ik bed. Ja. Dan heb ik 20 punten. Maar dat doe je niet. Dat doe je niet. Dan nee, dat doe je niet. Hij weet het niet. Dan ben ik ontzettend blij dat hij het niet riep. Anders had ik hem inderdaad bevoordeeld. Problemen. Wij zochten ook nog naar upper class. Ja. Weet je de spelregels van cricket? Ik heb er nooit wat van begrepen. Ik heb geprobeerd het samen te vatten, maar what's the point? Het is eigenlijk gewoon een gevechtsport voor Britse homoseksuelen. Laten we het daarop houden. We kijken naar de stand op dit moment na deze ronde. En dan zien we dat Frans 70 seconden bij elkaar heeft gespeeld. Rond 73. En bovenaan met 88 seconden Jan Rot. En dan is het tijd voor een hele leuke ronde. En dat is de puzzelronde. Hier worden heel veel seconden verdiend. En waarschijnlijk ook wel verloren. We zoeken 3 verbanden waarvoor we 4 hints hebben bedacht. En die 12 kernwoorden staan door elkaar op het scherm. Het is in deze ronde ieder voor zich. God voor ons allen. De anderen mogen de puzzel niet afmaken. Elk antwoord levert 30 seconden op. Dus dat kan heel lekker aantikken. De eerste puzzel is voor degene met de laagste score op dit moment. En dat is gefeliciteerd Frans. Hier komt jouw puzzel. Koningin Beatrix. Uitstekend. Dat is de eerste. Goede tijden, slechte tijden. Ja. Timmerman, spijkers, spijkerstof, spijkerbroek. En dat is uitstekend geantwoord. Uitstekend gedaan. Frans kwam heel snel met koningin. Ja, schaken natuurlijk. Het staatshoofd Soestdijk. 1980 de... Toen werd ze het. Heel goed gedaan. En GTST, Meerdijk, dat is het dorp waar het zich afspeelt. En de koning, dat is de kroeg. Ludo kennen we als een karakter uit de serie natuurlijk. En ja, het is een soap, dus dat lijkt me duidelijk. Spijkerbroek, daar was je even mee bezig. Kruistocht in Spijkerbroek, het boek natuurlijk van Thea Beckman. Oh. Klinknagels, dat zijn de spijkers in de broek. En het is natuurlijk kleding. Ja. Wat is een broek? Dan gaan we naar de volgende puzzel. En de volgende puzzel is voor Ron. Baby... Ja, heel goed. Neus, keel en oorarts. Liefde van de man gaat door de maag. Bed. Nee. Mens. Nee. Anatomie. Menselijk lichaam. Met bed was je een eind in de groep. Slapen. Ga door. Stop. Eentje. Goed beantwoord en daarmee 30 punten verdiend. Huilen, babystoel, luier van een baby natuurlijk, een wieg ook van een baby. We zochten nog 2 woorden, Jan. Ja, we zochten nog knoflook. Dat heeft met die adem en zo te maken. En, En met pers, pers natuurlijk ook. Knof... Ik dacht pers ook bij baby. Ja. En dan trouwens. Met, wat zeg je? Sorry? Pers ook bij baby. Pers ook bij baby, ja, maar dat is verwarrend. Dat moet je thuis niet te veel doen verder. Nee, en moet je in dan het ziekenhuis doen. Met dat bed zat Ron inderdaad in de kussen. Buurt. Kussen. Een kussen. Kussensloop en kussen, liefde, kussen. Ja. Knoflook, niet kussen. Niet kussen, nee. Niet doen. We hebben nog een puzzel en die is voor Jan Rot. Kijk goed en zet hem op. Dokter. Oh shit. Een film. Ja, inderdaad, dokter Phil. Heel goed, maar... Nee, ik dacht, ik had een paars. Dokter Phil, hoe hebben we dokter Phil, leren kennen? Televisieshow. Ja, hoe hebben we hem leren kennen? Ja. Waar? Bij wie? Oprah Winfrey. Ja, dat is een uitstekend geantwoord. Heel goed. Vakantie. Camera. Dat is een aap. Zou kunnen. Mobieltje. Telefoon? Nee. Stop. Er zijn mobieltjes die op zo'n manier worden gebruikt. Ja, trillen, fototoestel, orgasme, batterijen. Dildo. Ja. Dildo. Oh, een dildo, ja. Of borsten. Noem eens een hele beroemde dildo. De Tarzan, toch? Ja, uitstekend. Okay. Inderdaad, de Tarzan. Nooit gebruikt. Ja, en het is dan orgasme, Tarzan, batterijen en...
En vakantie. Je kan natuurlijk meenemen op vakantie, maar dat was hem niet, geloof ik. Nee, dat was nog toerist, ramtoerist. Vakantie is ook een toerist. Oh ja, ja, ik zie het. En, en dan die vibrator, Tarzan. Ik ben het even gaan opzoeken, want dat intrigeerde me wel. Die Tarzan. De Tarzan is een beetje de Mercedes onder de vibrators. Ding kost gemiddeld 50 euro. Heel veel hulpstukken. Het is goed voor anale stimulatie, clitorale stimulatie, wat dat ook mag zijn. Het is niet alleen Tarzan, het is ook het aapje. Hè? Ja, dus je hebt een aapje, je hebt alle hulpstukken. Aapje, Tarzan. En voor 2,50 heb je er een borsteltje bij, kan je ook je tanden poetsen. Dus dat is echt geweldig gemakkelijk. De score, denk ik. Ron, 76 punten. Jan heeft 78 punten op dit moment. En 4 rechtop bovenaan. Ja. Frans met 145 punten. Heel goed. Ik wilde zeggen 4 rechtop, maar dat was heel flauw geweest. Nederland is gek op lijstjes. Of het nou om ongevallen banken gaat of grootverdieners bij de publieke omroep. Het wordt allemaal gretig gevroten en daar gaan wij dus fijn mee door. Bij elk lijstje wordt er om en om geantwoord. Ieder goed antwoord levert 10 seconden op. En bij een fout antwoord lig je eruit. Ron staat onderaan op dit moment en die mag dus beginnen. Hier komt jouw vraag, Ron. Luister goed. De Britse verzekeringsmaatschappij Churchill Insurance heeft een onderzoek gedaan naar de gevaarlijkste beroepen in Engeland. Noem de 10 gevaarlijkste beroepen die uit dit onderzoek kwamen. De tijd loopt. Mijnwerker. Dat is fout. Nou, is lekker. Ja. Dat is een enorm succes, deze ronde voor Ron, want hij ligt eruit op dit moment. Dat betekent dat we verder gaan met Frans. Houthakker. Jan, de tijd loopt. Een politieagent. Dat is goed. Brandweerman. Ja hoor. Nou, dat gaat lekker. We zoeken er nog 8. Ja. We zijn op dreef. Ja, militair. Ja hoor. Ja. Vliegenier. Rekening goed. Piloten. Stop. Stop. Uitstekend gedaan. We missen er nog een paar. Glazenwasser is ook een gevaarlijk beroep. Ja. Je hebt ook nog zeevissers. Dakwerkers. Circusartiesten. Wat is het verschil tussen een boomchirurg en een houthakker? Waarom is een boomchirurg gevaarlijk? Een houthakker haksel. Stel je voor, je bent boomchirurg en zo'n eik ontwaakt vroegtijdig uit narcose. Dat wil je niet meemaken. Precies. We gaan verder met het volgende lijstje en het is voor Ron. Luister goed. We betalen inmiddels alweer 7 jaar met de euro. Nou, de euro telt 8 verschillende munten en 7 biljetten. De Nederlandse gulden telde in zijn laatste levensjaar, ik word er helemaal droevig van, 6 verschillende munten en 6 biljetten. Welke waren dit ook alweer? De tijd start. Cent. Stuiver. Cent is fout. Ja, je zegt 6 verschillende munten en 6 verschillende biljetten. Ja, en we hebben de cent afgeschaft op een gegeven moment. En het gaat om het laatste levensjaar van de gulden. Oh, ja. Toen hadden we die centen niet meer. Ik ga eens op huis aan. Dan komen we bij Frans. Stuiver. Uitstekend. Jan. Kwartje. Dat is goed. Frans. Dubbeltje. Dat is prima geantwoord. Jan. Gulden. Uitstekend. Hey, Rijksdaalden. Ja, heel goed. Jan. Briefje van 5. Jullie hebben in de gaten nu hoe het gaat, hè? Briefje van 5 was fout. Wist ik. Laatste levensjaar van de gulden hadden we een munt voor dat bedrag. Oh, fuck. Ja. Dat je dat niet weet. Nou, wat dom, zeg. Ja. Frans, je mag het lijstje afmaken. 5 gulden munt. Wat knap, zeg. 10 gulden biljet. Prima. 25 gulden biljet. Ja. 50 gulden biljet. 100 gulden biljet. 1000 gulden biljet. God, wat hadden we nou nog meer? Stilte in de zaal. Ik weet het. 500 gulden biljet. Nee! Daarmee lig je er ook uit. En het goede antwoord krijgen we van Ron Brandsteder. 250 gulden. Ja. Ook wel de vuurtoren. Ja.
Zie de toekomst somber in. Nou, het gaat best aardig. Voor Frans en voor Jan. Wellicht dat we nu met Ron, die het volgende lijstje krijgt, weer een flinke deuk kunnen slaan. Zet hem op, Ron, daar komt hij. Welke bekende Nederlanders hebben de meeste vrienden op Hives? Tijd loopt. Paul de Leeuw. Dat is goed. Dan gaan we verder met Frans. Jan Smit. Prima. Jan Rot. Nick en Simon. Ik zit iets te veel in die palingvissersfeer. Dat was de eerste waar me te binnen schoot. Ja. Ronnie, je mag verder. Premier Balkenende. Heel goed. Frans. Gerard Joling. Ja hoor. Ron. Wouter Bos. Nee. Dat betekent dat Frans alweer een lijstje mag afmaken. Tijd loopt. Ali B. Gordon. Ja, had je kunnen weten ook niet. Nee. Barry Paf, Edwin Evers zocht nog Barry Herman Paf? Berghuis als een DJ van Radio 538. Ah, natuurlijk. Help me even met Herman Berghuis. Links buiten bij FC ADO. Ik heb geen idee. Jim Bach, Kim Lian van der Meij, Maaike Janssen, ja. Thijs Verwest, ook al bekend als DJ Tiësto. Ja. En okay. Jesser Rosti. Ja. Dat zijn ze. Allemaal krankzinnige getallen, de hoeveelheid vrienden. Echt heel veel. Nick en Simon hadden er toch gewoon tussen gepast. Hadden er tussen gemoeten. Maar degene die eigenlijk, en dat is verrassend, bijna onderaan staat... dat is bijvoorbeeld Edwin Evers met 85.000 vrienden. En Martijn Krabbe hobbelt daar dan achteraan. Met op dit moment, end counting, 25.236 vrienden. En na vanavond zullen er ongetwijfeld een aantal zijn... die afzeggen. We gaan kijken hoe het staat op dit ogenblik. Ik durf het bijna niet te zeggen. 81 seconden bij Ron Brandstede, Jan Rot 101 seconden en Frans 218 seconden. Dat gaat lekker. De volgende ronde heet het collectief geheugen. In deze ronde krijgen de kandidaten elk een fragment te zien... waarbij we 5 woorden zoeken. En voor het eerste goede antwoord krijg je 10 seconden... voor de tweede 20, voor de derde 30, dan 40... en voor de laatste zelfs 50 seconden. Er is heel veel tijd te verdienen. Het eerste fragment is voor Ron. On the other hand, I got 4 fingers on the thumb. Oh, dear. You're pretty right. I'm just glad to speak. Where's God heaven? Hey, where? Under my arm? No. Another one? No, look at that there. This one? No, look at that. Higher? How's that? Ja, wat weet jij hiervan? De tijd loopt, Ron. Dit is Toby Cooper. Dat klopt. Die is alvast goed. Hij is een Engelsman. Seconden. Brit, reken ik goed. 20 seconden. Hij is een goochelaar. Hij is een komiek. Engelse televisie, BBC. Stop. Dan hebben we er nog een paar nodig. En dan gaan we naar Jan. Wat weet jij van deze meneer? Hij had altijd een ves op. Dat hij stierf in het harnas. Dus op het podium ging hij dood. En hij was goochelaar, maar alles mislukte. Dus ja, dat is komiek. Ja, maar daar zoek ik niet naar. Daar zoek je niet naar, dan stop ik hier. Stop. Oké, okay. We zoeken er nog... eentje, Frans. Smoking, stop. Nee, er is geen beurt meer. Lig ik er al uit? dat wel, maar... een klein drankprobleem. Ja, heel erg goed. Ja, was er net maar opgekomen. Tommy Cooper natuurlijk, briljante komiek. Goocheltrucs die vaak mislukten, inderdaad, dat klopt. En hij kreeg uiteindelijk tragisch een hartaanval op het podium... en viel in de gordijnen, terwijl het publiek bleef lachen en klappen... omdat ze dachten dat dat erbij hoorde. En in het ziekenhuis bleek hij te zijn overleden. Inderdaad, Tommy Cooper. Wij gaan verder met het volgende fragment. Dit fragment is voor Jan Rot. Nou, 5 woorden zoeken we. Laat maar horen. Tijd uit. James Bond, Duran Duran. James Bond is goed, Duran Duran ook. Roger Moore. Uitstekend. Kill.
dat is View to Kill. View to Kill ga verder, film. Ga verder, ga verder. James Bond film. Goed, die had je al genoemd. Ian Fleming. Nee, stop. Stop. Ron, die mag hem afmaken. Ik hoop dat hij het doet ook. 007. Nee. Pierce Brosnan. Nee. Stop. Frans, zeg het maar. Timothy Dalton. Nee. Stop. Ja, we zochten er nog twee. Nou, Jan. Ja, je zag Grace Jones in het fragment. Bijna en je zag ook Simon Le Bon van Duran Duran. Ja, een beetje veel. En verder zag je vooral dat die James Bond-films ongelooflijk verouderd zijn. En dat je met drie gelaatsuitdrukkingen toch een acteercarrière kan opbouwen. Zoals Roger Moore heeft gedaan. We hebben nog één fragment te gaan. En zo dadelijk weten we wie vandaag de slimste is en wie we morgen niet meer terugzien. Blijf kijken, we komen zo bij u terug. Welkom terug. We zijn nog steeds op zoek naar de slimste Nederlander ter wereld. En laten we zeggen dat er nog drie in de race zijn op dit ogenblik. Na het volgende fragment weten we wie straks niet in de finale hoeft te strijden om een plaatsje in de aflevering van morgen. Want die zit namelijk sowieso morgen weer hier en die mag de titel verdedigen. Op dit moment is Frans aan de beurt. Hier komt je fragment. Dolomina is zeer populair. Op uiterst originele wijze weet zij steeds aandacht voor haar problemen te vragen. De vrouwen te activeren en de mannen te doen lachen. Maar volgens Dolomina zullen ze dat snel afleren. Vandaar de volgende waarschuwing. En dan wou ik nu ook nog iets zeggen tegen de mannen van Nederland. Ik wilde u nog even waarschuwen. Want gaat u vanavond alsjeblieft niet alleen op straat. Neemt u de hand van uw vrouw mee. En dat is het enige wat we tolereren. Want er gebeurt vanavond iets heel ergs met de mannen die dus op straat zijn en alleen zijn. Nou Frans, daar gaan we. Tijd loopt. De rode vrouwen, emancipatie, Partij van de Arbeid. Stop. Als dat allemaal niet goed is, dan hou ik mee. Ron, je tijd loopt. Ik verwacht hier veel van. Opzij, baas in eigen buik. Uitstekend. Dolomina. Vier nog, kom op. Secondes tikken weg. Zonder BH. Stop. Dan gaan we verder met Jan Rot op dit moment. Hoort Joke Smit daarbij? Nee. Dat is die andere vrouw. Het is in ieder geval vrouwen die opkomen voor eigen abortus. Zal er bij zijn misschien? Ja, uitstekend. En, 20 dan seconden. Hier. Stop. Toch nog mooi op de valrep daar even 20 seconden bij gespeeld. Ja, dat ben ik nog niet poging. Ja, en nu zoeken we er nog drie. Jan. Ja, het gaat over de tweede feministische golf. Wilhelmina Drucker, de originele Dolomina, zeg maar. Was dit Wilhelmina Drucker? Ik weet niet of zij het was. In ieder geval niet met twee T's. Nee, ik herinner me vooral van... Het is ook de jaren 70. En ik herinner me vooral, het is een wonderlijke tijd, hè, de BH-verbrandingen. Hè, zonder BH werd gezegd, de BH-verbrandingen. Ik herinner me met name die prachtige avond toen die BH-verbranding van Rita Corita op het strand, die honderden mensen rond dat enorme vuur met gluwijn erbij. Heerlijke avond. 85 seconden bij elkaar gespeeld door Ron Brandsteder, 209 seconden door Frans en 214 door Jan Rot. Hij is de dagwinnaar. Gefeliciteerd. Dank je. Goed, dan hebben we nog één ronde te gaan en dat is de finale. Het gaat om de overgebleven stoel naast Jan Rot, die de dagwinnaar is. En de winnaar van de finale, die zit hier morgen weer. De verliezer die krijgt een uitrijkaart voor het parkeerdek. Bij elke vraag zoeken we naar 5 steekwoorden. Bij elk goed antwoord gaat er 20 seconden af van de tijd van je tegenstander. Wie het eerst de ander op 0 heeft gespeeld, die wint. En degene met de minste tijd, gelukkig maar, die mag beginnen. Want anders was Ronde uit geweest zo direct. Met 5 goede antwoorden van Frans. Maar dat is niet zo. Hier komt de eerste vraag, Ron. Heel veel succes. Afgelopen zomer was onder andere het modeduo Victor en Rolf de gast in het VPRO-programma Zomergasten. Wie waren er dit jaar nog meer zomergast? Jaap van Zweden. Correct. Prem. Reken ik goed. En die actrice... Kom op, Ron, je kan het. Ik stop. Je stopt. Dan gaat de beurt naar Frans.
Wie kijkt dat? Ik weet het niet, stop. Ik maak het lijstje even af voor jullie. We zochten nog naar Carice van Houten. Oh ja, wist ik. Ja, Trudy de Huy, de hoogleraar wetenschapstheorie. Natuurlijk. En ook nog Alexander Pechtold. Ach, ja, natuurlijk. Ja, we gaan naar de volgende vraag. Als je alles weet. Dan win je. Nou, bij Ron zijn er 73 seconden op de klok. Terwijl je aan het antwoorden bent, tikken die langzaam weg en iedere keer als je een goed antwoord geeft, gaat er 20 seconden af bij je tegenstander. Dus ik hoop op een paar goede antwoorden nu, Ron, op dit moment. Ik hoop. Anders is het zo meteen met 4 goede antwoorden van Frans, staat jouw tellertje op 0. Onder 0 zelfs. Hier komt de vraag. Noem de laatste 5 minister-presidenten van Nederland, inclusief de huidige, Ron Brandstede. Jan-Peter Balkenende. Dat is goed. Wim Kok. Ja. Stop. Frans, mag hem afmaken. Ron staat op 57 seconden. We missen er nog 3. 20 seconden per goed antwoord. Als je die nu geeft, dan speel je Ron weg. De tijd start. Ruud Lubbers. Dat is goed. Van Acht. Dat is ook goed. Nog 17 punten bij Ron. Stop. We zoeken er nog 1. Hij stopt! Saved by the bell. Wat wij nog zochten, dat was de naam van Joop den Uyl. Ja, natuurlijk. Stop. Ja. Je hebt hem gevonden. Dat klopt inderdaad. Dank je. Hier komt de volgende vraag. Ron, 17 seconden op de teller. Heel veel succes. Noem de 5 wielrenners die het vaakst de Tour de France hebben gewonnen. Tijd loopt. Eddy Merckx. Correct. Kom op. Lamont. Nee. Nee. 7 seconden, 6. Anquetil. 5. Anquetil is goed. En zeg stop. Natuurlijk Armstrong. Armstrong is ook goed. Stop. Ai. Oh. Precies. Op de 0. Mooi, hè? Ron, wat jammer. Ja. Want je had ze wel geweten, hè, natuurlijk. Ja, ik heb het pas nog wel eens gezien, maar op het moment dat je hier zit, dan is het, hoop je dat het naar binnen komt. En soms hapert het wel eens. Ja, het hapert. Je had Bernard Hinault had je nog natuurlijk, kunnen Bernard noemen. Ja, die heeft hem 5 keer gewonnen, net als Eddy Merckx, net als Jacques Anquetil. Indurain. Ja. Indurain ook 5 keer gewonnen. En Lance Armstrong won hem. Armstrong een keer of 7. Inderdaad, dat is het juiste antwoord. Morgen bij de volgende aflevering van De Slimste op de dinsdagavond zit Frans naast Jan Rot. En er schuift ook nog iemand anders aan. Dat is RTL nieuwslezeres Suzanne Bosman. Bedanken Ron Brandstede. Uitstekend graag gedaan. Erbij, het was een leuke avond, hè? Voor jullie wel. Ik zou het iedere dag al willen doen, dit programma. Ja. Wordt op mijn wenken bediend. Morgenavond 11:30 op RTL 4, de volgende Slimste. Graag tot dan. Dag. Ja, dat is het. Ja, dat is het.